Vandaag gaan we iemand strijden voor 5000 euro. Busy. Hij is er weer bij. En vandaag, niet traag, vandaag gaan we er volle bak voor. Oh, bijna. Onze knieën bloeden gewoon. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de challenge. Vandaag gaat weer iemand strijden voor 5000 euro. Het is weer niet normaal. Als je het nog niet gedaan hebt, geef alvast een duim omhoog en subscribe beneden. Want 50% van jullie is nog niet gesubscribed. Dus ik wacht even. Ik neem aan dat je nu gesubscribed bent. Oké, dan gaan we vandaag verder, want vandaag hebben we een gast. Dit wordt echt niet normaal. Je ziet hem misschien niet zo vaak in het trampolinepark. Normaal staat hij in de studio of in de club te dansen, maar vandaag gaat hij lekker met ons mee trainen. Het is niemand minder dan Leo, oftewel Busy. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we hem voor het laatst hebben gezien, maar vandaag is hij er weer bij. The man himself. Busy. Hij is er weer bij. En vandaag, niet traag, vandaag gaan we er volle bak voor. Het is anderhalf jaar geleden, dubbel backflip gedaan toen. Dubbel backflip. En een half jaar spierpijn gehad, vertelt hij net. Ik heb serieus een half jaar spierpijn gehad. Ik heb spieren gevoeld waarvan ik niet wist dat ze bestonden bij de mens. Maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Nee, dus het eerste wat hij zei toen hij binnenkwam, heel leuk. Boeit me niet wat we gaan doen, ik ga opwarmen. Dus we gaan gelijk beginnen met de opwarming. We gaan even naar de trampolines toe. En hij was net zelf al een beetje aan het warming up, dus ik ga even met jou meedoen. Doe jij hem voor, doe ik hem na? Wat ik heel belangrijk vind, is dat je gewoon lekker soepel wordt. Hè? Dus ik heb net al eigenlijk een beetje mijn core, mijn romp opgewarmd. Dat zag je net. Dan trek ik eerst mijn been lekker omhoog. Kom dat een beetje los. Het is bijna zo van yoga. Namaste. Wil je nog iets anders doen? Of ben nou ja, ga jij lekker rustig. Ik ga hier wel zitten. Ik wacht wel eventjes. Doe jij maar. Nou, jij hebt serieus gewoon nu. Ja, ik heb geen opwarming nodig. Laat het wel even duidelijk zijn dat deze man net al de hele dier overal op en af aan het springen was. Dus je doet net alsof je niet warm bent. Ik ben altijd warm. Ik ben hot naden, je weet dat. Hé, hey, maar joh, laat even zien wat je kan. Ja, moet ik nu alles weggeven? Ja, je hoeft niet gelijk dubbel back te gaan doen. Oké, nou, ik even gewoon die warming up tricks. Even gewoon, weet ik gewoon. Ja, ik doe meer een beetje skating, weet je wel. Deze kerel, voor ons ziet dit er heel dom uit, maar dit is vanuit de skatewereld, hoe heet dat? Oh, joh. Misty flip of zo toch, als je zo... Dat is flat spin een beetje. Maar ik probeer nu backflip met method heet het volgens mij. Zo ja. Oprecht best wel sick. Ja. Dus we gaan gelijk beginnen met de eerste challenge. Dante komt weer bij mijn goede leraar. En hij gaat Leo/Busy vandaag eventjes een half uurtje meenemen en zoveel mogelijk dingen doen. Dus kom erbij staan. Maak even kennis met deze kerel. En je krijgt een half uur de tijd. Zo. Zo. Het is zo leuk hè. Als hij zeg maar gewoon mensen staan en iedereen handje. En jij. What's up, bro? Goed. Oké, half uur de tijd. De half uur gaat nu in. Zoveel mogelijk shit leren. Heel veel succes. In On The Trick hebben ze 30 minuten de tijd om zoveel mogelijk nieuwe salto's te leren. Ze worden beoordeeld op hun inzet, op hun creativiteit en natuurlijk op hoe goed de salto's gaan. Leo is achter me bezig en het gaat ziek goed. Hij zit nu ongeveer op een kwartier 20 minuten. Hij heeft volgens mij al 10, 12 tricks erbij. Er zijn wel dingen waarvan ik weet dat hij het al een beetje kan. Maar dedication zit hier. Ben je helemaal buiten beeld? Nee, buiten beeld! Het gaat echt ziek goed. Bijna. Was het nog niet? Ja, was het. En de pot van deze week is de mango passievrucht. Als je die wil halen, klik het linkje in de beschrijving. Samen met alle airflessen die je maar wil, linkje in de beschrijving. We zijn bezig met de allerlaatste trick. Nog 15 seconden te gaan. Lukt het hem al? Ik zat niet op te letten. Nee, okay. Alleen van op de onderrug nog maar. Nog één keer. Op je rug gewoon. Plant je rug. En nog 6 seconden. 5. 4. Nog één keer. 3. En de tijd is om een half uur verder.
Hoeveel tricks gehad? Niet normaal volgens mij. 15, als je deze meter had 16. Deze meter had 16. Gast, kijk hem ook dood zijn. Oké, 100% inzet was echt maximaal. Top. Tricks geleerd is maximaal. Top. Ik bloed gewoon. Je bloed? Als de knieën bloeden gewoon. Ik heb geluk gehad op pleister op. Inzet meer dan maximaal zelfs. Oké, inzet meer dan maximaal. Hé, wij gaan even overleggen over je score. Ja, gaan we overleggen. Maar ja, meer kan toch niet. Oké, we hebben al eerder een 10 gegeven. Dit is weer denk ik een 10. Dat denk ik ook. Ja. Dat is weer maximale inzet, maximale tricks. Gast, niet normaal. Ik zit misschien zelfs denken aan een 10 plus, maar dat kan eigenlijk niet. 10, 10, 10. Oh nee, wacht, nee. Nee, samen wacht. Is het 10. Wacht, nee, wacht, we moeten even zo. Wat heb je dromen, hè? 10, 10 nou. 2, 4, 6, 8, Safi, 10, broer. Het is tijd voor Tikkertje. Boas begint boven op het blok. De speler krijgt 30 seconden de tijd om zich voor te bereiden. En dan krijgt hij voor elke 10 seconden dat hij uit handen weet te blijven, 1 punt. We gaan Tikkertje spelen, hij heeft 30 seconden om zich voor te bereiden. Dus ik ben benieuwd, we gaan aftellen. 29, 28, 27... Twee! Eén! Daar gaan we. Waar is die guy? Waar is die guy? Waar is die guy? Waar is die guy? Ja, ja, ja! Dat gaat niet doen! Oh nee! Oh mijn god! Ja! Oh, yo! Die was kut, hè? Ik ging gelijk naar jouw plek. Die ging echt lekker gedaan. Ik hoorde echt een soort van gorilla aankomen door Toetoek. Toetoek. Ik dacht seconden. Van welke kant gaat die komen? Bro, je hebt heel veel geluk. Precies over 30 seconden. Dat betekent 3 punten. Door naar de volgende. Zo, ik ben gewoon licht in mijn hoofd van het rennen. In het spel Potparcours moeten ze pots verzamelen. Elk pot is 2 punten waard. Ze liggen door het hele park verstopt. En zij krijgen alleen een paar foto's met een kleine aanwijzing om te zien waar ze liggen. Ze moeten binnen een minuut zoveel mogelijk pots zien te verzamelen. Oké, okay, doe maar open en dan begint je tijd. Let's go! Gast, je hebt maar een minuut, hè? Oh, oké. Okay. Hij heeft al de helft van zijn tijd verkloot. Gast, je hebt nog maar 30 seconden, je hebt nog niks. Oh, je hebt er 1, laat maar. Kijk hoor, pak hem. Nummer 2, oké. Okay. Nog 20 seconden. Ja, ja. Gaat even rustig in zijn mappie kijken. Goh, waar is al die shit, jongen? 10 seconden. Ik weet niet, hij redt voorbij. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, helaas. Die tellen we niet mee, die zit buiten de tijd. Dat was 1 minuut en 3 seconden. Ik zat in de lucht, dat telt het. Vinden we hem tellen? Ja, hij heeft wel basketbalkoord, hij was in de lucht. Ja, hij wist waar hij lag, maar had hem net niet. Steempjes gaan. Waar is de oh daar! Wauw, nu zie je pas. Ik zat te zoeken waar die handdingetjes waren. Die handdingetjes? Hé, maar eerlijk, je had hem net niet. Maar jij vindt het natuurlijk van wel. Wie, ik? Ja, jij, ja. Nee, ik vond het oprecht van wel. Maar jij zei 1 en toen liet ik de dingen los en toen ging ik... Steen, vier, schaar. 1 keer. Wie wint? Oké. Okay. Wie wint, ja? Steen, vier, schaar. Oké, okay, hij heeft hem. Dat betekent 4? Had je dan 4 pot? Uno, dos, tres. Ja, tres. Hij heeft 3 pots van de 5. Je bent er langs eentje gelopen. Eentje lag daar beneden in het hoekje. Die lag daar tegen dat ding aan. En de laatste, die zat daarachter. Dus... Is het een goede score? Of, 3 is netjes nog nooit meer gehaald dan 3. Ja, dus dat is goed genoeg erbij. Dat betekent wel 6 punten erbij. En gaan we door. In Name the Trick krijgen ze 3 salten gezien. Deze moeten ze een naam geven. Stel de naam is goed of bijna goed, krijgen zij een bonuspunt daarvoor. En kunnen ze nog wat extra puntjes winnen. Guess the Trick, weer 3 salto's. Elke salto die de goede naam geeft of semi-goede naam, dan krijgt hij een punt erbij. Wordt dit gesponsord onderdeel door Guess of door een trick? Hoe heet deze trick? Ja, dit is de, hoe noemden we dat toen we dat zo op ons rug gingen? Dit is een bag met schroef met een bommetje, met zo'n kaboom. Hoe noem je hem? De kaboom, screw... Nee, de kaboom was met benen. Oh, de kaboom was met benen. Dus de bag to pull to met screw... Nee. Een beetje lange naam helaas. Hoe heet het? Pull over full. Pull over full. Oké. Okay. Dat is weer zonder benen. Dus dit, of was dit dan met benen? Nee, benen, maar vooruit. Vooruit. Ja, dus pullover front, dobbel.
Nee, Ball-out full. Ball-out full. Ja. Waarom heb je zo'n korte naam? Je lijkt wel een soort van de Chinese tekens, toch? We staan zo'n heel boek in één teken. Nee, oké, je wil een lange naam? Nee. Liever doe je gewoon, nu ben ik veel. Oké, deze moet je weten. Double screw back full. Double screw back. Hoeveel draai deed ik? Ik deed fucking 3 of zo. Ja, en dan zeg je double. Triple. Ja, dat, ja, tellen we dit. Ja, tellen we. Hoe noem je dit? Back screw full. Gast. Full. Dat is toch 1? Ik deed er 3. Je deed, oh, triple full. Ja. Ja. Die was ook goed. Dit tellen we niet. 0 punten voor deze guy. In repeat de trick, gaan ze een salto nadoen. Het kan een makkelijke salto zijn, het kan een moeilijke salto zijn. Ze moeten hem zo goed mogelijk nadoen. De jury bepaalt de punten. En we zijn bij de allerlaatste challenge aangekomen. Dit is relatief rustig. Hij heeft zich al helemaal uitgesloofd de afgelopen uren. Dus we gaan 3 challenges doen. Dante doet ze voor, wij jureren het en ik heb eigenlijk helemaal niks mee te maken. Dus dan gaan we hier staan en mag jij erbij komen? Wat, we moeten wel op dit ding? Ja. Maar we doen geen salto. Ah, gelukkig dus. Maakt niet druk. Mijn batterij is... God. De eerste challenge is vrij makkelijk. Het zijn 3 niveaus. Radslag. Geen radslag? Ik heb het wel eens volgens mij ooit geprobeerd gedaan. Avondstappen gewoon. Dat is de eerste challenge. Een radslag. Dus gewoon zo, 2 handen. Radslag. Oké, okay, wauw. Hey! Appeltje ijs. Heerlijk, wat goed. Daarom. Dat is een mooie radslag. Dus nu gaan we het een beetje moeilijker maken. Je mag maar 1 hand gebruiken in je radslag. Oké. Okay. Dus gewoon radslag met 1 hand. Ja, breek voorzichtig je arm. Heb je al enig idee wat de volgende zou zijn? Ja, ik denk zonder handen. Ja, dat denk ik ook. Boas kan het heel goed, dus Boas ik me ja, voor. Kijk, dit is dus maar het punt. Jullie moeten het doen, maar ik kan het dus ook niet. Ja, kan het ook niet? Nee, ik kan dit niet. Je snapt dit niet. Ik snap het. Hier moet je sowieso je shirt voor uittrekken. Ja, klopt. Dat is lekkerder. Ja, zeker. Kijk je shirt uit, Boas. Het zal geen invloed hebben op je kapsel. Kijk, zie je? Weet je als het hierheen gaat. Wanneer komt deze man met zijn gel? Zet het in de comments. Oké. Okay. Dat is geen radslag. Nee, dat is geen radslag. Kut! Echt openhouden, dat is een radslag. Ja, nou. Nou, kan je wel landen. Houd het net zo goed. Ja. Oh, joh. Je kan je wel landen. Ja, gas. Oh, maar landen is wel... is wel lastig. Dat is wel lastig, ja. Ik heb hem heel dicht bij. Ja, zelfs in de lucht denk ik al van... Ik ga wel landen. Ja, ik denk dat het echt aan die kick ligt. Je draait hem door. Ja. Ja, ik wil gaan zitten, zeg maar. Je bent een beetje moe, ja. Wil je hem opgeven of wil je hem nog een keer proberen? Nee, ik wil hem nog een keer proberen. Okay. Fuck it. Dan gaan we nog niet door naar de volgende challenge. Nou, kijk hier een halve punt voor. Je krijgt algemene inzetpunt. Ja, ik krijg mijn inzetpunt. Door naar challenge 2 en dit is elegantie. Dus ik stap hier weer buiten beeld. Nee, je moet juist in beeld stappen. Jij bent juist heel elegant. Kom op. Kijk dan. Dit is echt niet mijn onderdeel, maar we moeten wel andere mensen op toetsen. Oké, elegantie. Doen we weer tegelijk? Ja, doen we maar weer samen, weet je. Oké, je moet dit zo elegant mogelijk doen. Dit is een beetje de turnkant. Ja? Nou, dit was het. Ja, dat was het. Zo elegant mogelijk. Ja, we moeten echt wat beeld hebben waar we jullie mee kunnen chanteren later wat er de bio uitziet. Maar dat komt er ook niet in hoor. Wat was het? Dit? Ja. Van netjes en dan links. Kijk. Oké. Okay. Beetje sierlijk. Oprecht, het is zo mooi dat iedereen blij is met dit onderdeel. Van, gast, ik deed het toch goed netjes? Ja, maar ik vond wel mijn eigen inbreng ook heel ja, was ja, leuk. Die, ja, die appel die had ik, dat ik weer uit en toen ging pas. Ja, ik zou dat een appel was. Een sneeuwwitje. Oké, goed. Mooi zijn appels. Deze heeft het goed gedaan, dat betekent dat we nog heel eventjes daar naartoe gaan voor de laatste challenge. Laatste challenge kan ik wel enigszins, dus deze ga ik nog eventjes voordoen. Wat je doet, je springt naar het blok, handstand en dan rol je hem zo soepel mogelijk door. Oké, en dit mag ik wel een paar keer oefenen. Ja, eigenlijk. Oké. Okay. Dus ook gewoon mentaal ben ik kapot gewoon. Jullie hebben hem helemaal leeg getrokken gewoon. Hey, wacht. Oh, soepel. Hij was oprecht. Ja, hij was niet was slecht hoor. Nee. Maar was hem? Ja, dat was hem. Daar laat je hem bij. Voor je hem nog overtrekt. Mag nog een keer. Ik kan hem mooier denk ik nu. Nu ik weet dat ik een beetje weet hoe het moet. Dat was wel. Ja, hij was wel eigen stijl, die was hem netjes.
grap. Je hebt alles erop zitten. Mijn scheetje ook erbij was, heb je niet gehoord. Mijn scheetje is altijd goed. Wij gaan even overleggen wat je totale punten zijn. Houden zo bij of je nog kans maakt op de 5000 euro. Ik wilde eigenlijk iets anders doen, maar ik bleef maar lopen. Toen dacht ik, oké, let's go with it. Even kijken hoor, wat heeft hij nou allemaal gedaan? Als eerste heeft hij natuurlijk de ratslagen gedaan. Laatste lukte helaas niet, dus... Maar de inzet was er wel. De inzet was... En hij was ook dichtbij, alleen hij draaide een soort van... Ja, 8 voor de eerste. De tweede, de appel was wel... Ik zag ook echt gelijk dat het een appel was. Ik snap eigenlijk helemaal niet wat hij deed, maar... Ik dacht, hij heeft gewoon een coole boef zo, maar het was een appel. En hij stikte hem niet. Nee. Daar hadden we nog wel eventjes, dat was wel een minpuntje. Ja, dat was een minpuntje. Ook 8? Ook 8. En de allerlaatste, hij zei dat eigen stijl was, maar het was dus niet zijn eigen stijl. Hij deed niet zoals hij hem wilde. Had hij niet moeten zeggen. Hij had het niet moeten zeggen, anders had ik hem ook in één keer een 8 voor geven. Maar nu gaat hij wel eventjes naar beneden, want 7. Het stikken lukte hem niet. Ja, ik weet het niet hoor, want het was wel natuurlijk, de challenge was even in die handstand en dat lukte hem niet. Nee, de eerste wel. Ja, oké, de eerste was, hij kan het wel. 7. Komt hij uit op een 7.66. Je bent dood. Nou, ik begin nu wel weer een beetje op energie, want jullie hebben zo lang zitten ouwe hoeren. Waarschijnlijk over hoe ik we hebben even alle scores bij elkaar opgeteld van jou. Dan kom je in totaal uit op 27 punten van de 43 die er te behalen zijn. En dat betekent dat je in het scorebord helaas op nummer 2 bent gekomen. Ja, dit is ik heb beloofd in mezelf om niet te gaan huilen. Maar dit valt wel even zwaar. Dan moet je nagaan, hè? Je bent pas de vierde deelnemer van de 8, hè? Dus je kan nog verder. Naar beneden bedoel je? Ja, nee, omhoog wordt er niet meer. The only way is down now. Shit. Dus dat was er in ieder geval voor vandaag. Nummer 2 helaas, geen eerste plekspot. Wie is nummer 1? Ja, die motherfucker die voor jou was. Dat is gewoon jullie onderling. Weet je wat het is? Dat zeg ik ook heel eerlijk. Ticketjes spelen met zo'n Carlos selfie stick in je hand is nou maar fijn. Waarom? Ik ben geen vlogger. Hij is een vlogger. Hij is gewend, hij rent alleen maar over straat met een selfie stick. Hij is helemaal geen vlogger. Hij maakt filmpjes. Ja, jij maakt toch ook wel eens filmpjes? Ik maak videoclips. Ik ga niet met een heel productieteam tikkertjes spelen. Oké, never mind. Ik neem hem als een winnaar. Tweede plek is tenslotte de eerste plaats van de losers. Hey, zo zeg je het. Voor de rest nog iets wat je graag wil zeggen? Shout-out naar iedereen die kijkt. Zet in de comments als je het een leuke video vindt. En welke kleur t-shirt ik de volgende keer aan. Is goed. Hey, later. Yo. En even achter te laten wie we de volgende keer moeten laten strijden. Joe!